iedereen, dit is de guide voor de Hard Mode Saradomenbos, Commander Zuliana. En onthoud wel, in deze guide is natuurlijk gericht gewoon op informatie uit mezelf. Er zijn heel veel verschillende manieren om het te doen. Er zijn ook waarschijnlijk dingen die missen, waarvan je denkt van, hé, maar dat was eigenlijk wel belangrijk. Kan, zet het er gewoon in als comment, misschien pas ik ooit de video aan. Mensen lezen het, wat voor tips jij hebt om de bos te doen. En je kunt hier nu in het scherm nog steeds kiezen naar welk deel je wilt skippen. Of je wacht deze praat uit en begint gewoon van vooraan. Ook al hetgeen wat nu bovenin staat, zeg maar, in het keuzemenu. Voor de stats, voor Commander Zuliana en de hardmode raad ik toch op zijn minst de 90 plus combat stats aan. Het kan lager, indien je met grotere groepen bent. 95 prayer in ieder geval. Want ja, thermal. Maar alsnog, heb je een grote groep, kun je ook voor minder gaan natuurlijk. Dat je ook bite hebt, of niet eens. Zou je in ieder geval een protection hebben, dat is wel handig. Maar in een mass hoeft dat zelfs niet. Waarschijnlijk. En natuurlijk, zorgen dat je een jak kan, zo niet een gewoon wachttocht of zo. Zodat je toch iets hebt om extra food mee te nemen. Als je naar de Saradomen Cultor Stuntje Hard Mode gaat, kun je er op verschillende manieren naartoe gaan. Je kunt er solo naartoe gaan, je kunt er dus met meren naartoe gaan. En je kunt je eigen combat style kiezen. In dit voorbeeld ga ik natuurlijk de combat style laten zien van melee en solo gebaseerd. De tiers, dus de wapens en de armor kun je dus gewoon verlageren naarmate je met meerdere mensen bent. Je kunt ook dezelfde tier wisselen voor naar magic en naar range. Het zal over hetzelfde effect moeten hebben, het moet gewoon lukken. Maar dit is nu gebaseerd op solo. Kan ook met iets lager, maar ja, ik doe het hiermee heel vaak. En ik begin gewoon met de Tetsu keer, dus gewoon voor hoge defense. Aangezien Sarah toch wel redelijk wat kan hitten. Je kunt hier ook Malevolent voor gebruiken, dat werkt allemaal prima. Gewoon de Tok Haar cape. Kan ook voor de defense cape gaan. Van player gewoon port. Net wat je leuk vindt. Knockout necklace kan nog met een bloodshard erop als je wil. Niet veel aan toevoeging. De quiver. Logisch voor de prayer bonus. Je kunt er gewoon arrows in zetten als je met range gaat. Nou, Draugrs. Ik bedoel, tier level 90 wapens is toch eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen om hierbij te hebben. Want gezien het wel op hard mode gaat. En de hard mode wil je graag dat de boss wat sneller dood gaat. Dus er geen last van hebt. Climbing Gloves 10 kunnen betere gloves zijn. Dit is natuurlijk niet de beste, maar ze werken voldoende. Assume Surgeon's Ring. Je kunt hier ook ieder andere ring voor kiezen als je dat leuk vindt. Zoals Ring of Valve of... ook die van player on board, zodat je daar damage mee kunt tegenhouden. Steadfast boost of andere boots, is ook niet heel belangrijk. Het gaat voornamelijk om dat de wapens een beetje hoog zijn en je body, legs en helm. Daarnaast een aura, vampire is aura, aangezien je wilt toch een beetje gaan healen. Want ja, het ding kan hard hitten en als je zelf healt, heb je meer sustain mee. Shard of Saros, niet te vergeten, om te zorgen dus... dat je ja, niet wordt aangevallen en dan wil die. En voor de inventory hebben we natuurlijk gewoon overload. Kan Supreme Overload in dit geval gewoon overload zijn. Kun je met weet je allemaal shit erin hebben. Je kunt ook gewoon extremes meenemen. Moet ook mee lukken. Ik heb hier ook super restores erbij. Ik heb hier 10 stuks. Kan misschien te veel zijn. Kan te weinig zijn. Weet maar nooit. Het is op fast palm ook. Hou wel rekening mee dat je geen super restore drops krijgt in hard mode. In tegenstelling tot de gewone. Je kunt wel de alta gebruiken iedere 10 minuten. Maar dan moet je toch wel snel voor killen als je in fastband zit. En natuurlijk jakscrolls. Want ja, je hebt normaal een jak mee. En dan kun je items mee banken. Teleport naar de Cold War is ook wel handig. Een extra jak. Aangezien als je daar een uur blijft en je haalt een jak net niet. Ook een scrimshaw. Hè, voor, met vampires voor extra heal. Kan ik iets anders verkiezen of geen. Maar het scheelt wel als je die bij hebt. Gewoon food sharks. Ook in de jak. Alleen maar sharks. En gewoon een teleport naar huis. En het rare bolletje hier is een Saradomen Soulstone. Als je die hebt. Dat is een mogelijke drop van de boss. En als je dan de hard mode kill maakt. Komt er dus een kill count hierin. En met 40 kc in de Soulstone. Met de kc in de Soulstone kun je door de deur. Die telt als kc dat je meeneemt. In dit ding zit er bijvoorbeeld nu 74. En als ik dan door de deur ga zonder één monster te killen, heeft er nog 34 over. Maar ik hou hem liever op minimaal 80. Minimaal 40. Zal ik als ik dood ga, dan kan ik altijd gelijk terug zonder überhaupt na te denken. En voor snellere kills kun je natuurlijk ook adrenaline restore pots gebruiken.
Want ja, meer adrenaline en zo. En nogmaals, als je met meer mensen gaat, dan kun je de gear wat verlagen naar meer offensive gear, eventueel zelfs void. En ook heb je minder resources nodig in principe, want de kills gaan sneller. En ja, maar bedenk wel, Sarah is met meer man toch nog lastig, kan het zijn, als je niet oplet. Sarah heeft in vergelijking met de gewone Sarah 3 specials in totaal. De eerste is dat ze 2 fases heeft, dus je moet daar 2 keer killen voordat je de drop krijgt. Waarbij in de eerste fase is gewoon net als normaal, niks bijzonders. En in de tweede fase gebruikt ze de andere 2 special attacks. Dus ja, ze komt even weer tot leven en dan gaat ze helemaal man mode dingen doen, of woman mode, aangezien Commander Lyanna vrouw is. De tweede special attack moet je vooral oppassen, dus in de tweede fase, in de eerste komt hij niet van pas. En dat is dat ze lightning op je gooit, 1 keer in de x aantal attacks. En als je op de lightning staat, dat doet pijn. Dat doet serieus pijn. Dus om dat tegen te gaan, moet je eens 1 keer in de paar keer gaan lopen. Let wel op, de lightning beweegt over het veld heen en gaat niet weg. Er komt steeds meer lightning op de grond per persoon dat aanwezig is in de kamer. Dus iedereen krijgt lightning onder zich. Dus ja, als je met heel veel mensen bent, zorg dat het niet lang duurt voordat hij doodgaat, anders heb je de hele room vol met lightning. Volgens mij gaat de lightning uiteindelijk weg, maar dat duurt vrij lang. Dus ja, blijf zorgen dat je in 1 keer in de zoveel hits loop je even. Als je denkt van nu gaat hij doen, of dan loop je even hit lopen zodat je die lightning krijgt en dat je hem ziet. En dat je er niet onder staat. Het doet tot 2000 damage per half seconde of per seconde. Dus het gaat heel snel als je blijft staan. En dan de derde special die ze heeft, is als je er voor de tweede keer, zeg maar, doodmaakt, ligt ze op de grond. Ligt er een balkje die dan zich vult. En in die tijd moet je haar afmaken met een ultimate. Dat moet een damaging ultimate zijn. Je kunt dus bijvoorbeeld ook volgens mij sunshine gebruiken, hoorde ik zelfs. Dat doet damage. Je kunt overpower gebruiken. Dat doet damage. Zang je maar in die tijd damage doet met de ult. Dat is belangrijk. Zorg niet dat je ult activeert als nog niet op de grond ligt, want dan telt het niet. Dan ziet hij dat als iets heel raars. En zorg ook dat de damage aankomt voordat het balkje vol is. Dus ja, wacht tot hij neerkomt, ult en klaar. En stel je doet dat niet, stel dat het mislukt, komt ze weer tot leven in fase 2 met weer wat haap, met weer wat helft, zeg maar. Dan kun je opnieuw gaan killen. En dat is niet fijn. Om Sarah binnen te gaan, moeten we natuurlijk de grote deur openen. En dan moeten we een custom maken. Het kost 200k. Ik heb zelf korting, dus het scheelt. Max Beers 1, want ik ga solo natuurlijk. Kan ik 0? Nee, ik kan geen 0. Fastest. Fastest kan gewoon in solo. Hard mode natuurlijk. Protection. FFV. Start. Eenmaal binnen, dan gebruik ik meteen mijn pot. Scrimshaw aan. Scrimshaw activeren. Normaal aura activeren, zal ik in dit voorbeeld niet laten doen. We beginnen nu in fase 1. Dus gewoon normaal rammen. Ik gebruik Deflect Magic. Omdat Magic doet toch meeste damage voor mij. Ik gebruik niet te veel healing, dus ik gebruik geen aura. Om toch te laten zien wat voor damage ze eigenlijk nou doet. Ik kan natuurlijk geen damage reflecten. Het is allemaal makkelijk, gaat allemaal prima zo. Niks bijzonders. Gewoon Sarah, gewoon rammen. Gaat goed. Een beetje abilities. Niet mijn beste run natuurlijk. Maar ja, dat kan. Dat heb je wel eens. Lang geleden dat ik het ook heb gedaan. Nou, en dan gaan we over naar fase 2 langzaam. Dus nu ligt ze even op de grond. Gaat ze nu, zeg maar, gebeurt zoiets geks. Ik zal nog een minion aanvallen. Hopelijk krijgt hij dood. En, nou, nu zie je de laatste beweging. En dan begint fase 2. En nu moet ik oppassen. Want nu komt er zo lightning. Zo, daar is de lightning op de grond. Daar wil ik dus niet op gaan staan. Dan doet het pijn. Nou, over een paar hits. Dus als ik nu nog een threshold doe, komt de volgende ongeveer. Dus dan moet ik weer gaan lopen. Dus nu probeer ik, ja, zie je, dat is de volgende. Doe meteen 1000 damage, omdat ik even op stond.
Als ik nu assault doe, ben ik te laat. Dat zal ik even laten zien. Dus je moet vaak meteen dan een threshold erna. Oh, daar komt die. Je hoort ook zelfs een stroomgeluid. Dat is goed om te weten. Om... Hè? En hoe vaker je dit doet, des te meer feeling ik. Oh, dat niet meer te doen. Oeh, komt zo lightning. Ik moet zorgen dat ik mijn adrenaline bij 100% hou. Aangezien ze bijna neergaat. Zoals nu. Ze ligt neer. En je doet de ult. En voilà. Dat is een zware kill. Stel, je denkt, ik ga voor de pushy manier. Dan kun je Sarah doen zoals ze vroeger altijd deden. Ik heb er van boog aan gedaan. Oh, moet ik wel aanvallen. En in principe, als je dit blijft doen, dan zal ze nauwelijks dat geen lightning gebruiken. En je zult natuurlijk... ja, gewoon damage kunnen doen, zeg maar. Dus de kill duurt hier wel langer. Je krijgt hierdoor wel zelf minder damage. Behalve door de minions natuurlijk. Hoewel ik dit niet aanraad, het is wel een manier om toch Sarah solo te doen. Dus je hebt de lightning, moet ik even opletten. En ja, zo kun je het ook doen als je dat leuk vindt. Ik heb gewoon melee gear aan, dus ik doe niet zoveel damage nu daarmee. Het werkt best prima, moet ik zeggen. En dit is het andere manier dat je Sarah kan doen. Dit is alleen in fase 2, fase 1 hoeft dat niet. Dan moet ik er toch even voorbij. En ja, sowieso kan het ook. En dan eindig je uiteindelijk met een ultimate. Als je dat leuk vindt, of niet. De drops van Storm in de Hard Mode zijn natuurlijk iets anders dan de van de gewone Sarah-dommen. Dus Commander Zillianen zijn een stuk beter. Dus daarvoor is het wel waard om te doen. Ook al duren de kills langer. En om te beginnen in de meest voorkomende drops. De common drop sessie. Drop gedoe. Heb je geld natuurlijk. 10 tot 11k of... 41 tot 120k. Ik zie vaak voorkomen dat rond de 70k, maar inderdaad 120 komt wel eens voor en 10k ook. 4 tot 6 runebars en 2 runebladeskurt. In de uncommon drop sessie heb je de Sarah-dommen Soulstone met een drop rate van precies 1 op 25. Je kunt ook maar eenmalig krijgen verder. 100 tot 197 gold ores. 2 runebladebodies, strak. 40 unicorn horns. 20 tot 30 diamonds, 30 tot 39 magic locks en 20 tot 24 crime runners. En natuurlijk de combinatie van super defense en super ranging, pots allebei 3. En in de rare plekje zit de magic seed. Dat is niet heel bijzonder. Daarnaast kun je nog steeds de pet unlocken, daarvan is de kans 5 keer zo groot dan de gewone Sarah. En je hebt natuurlijk gewoon kans op de standaard drops die voor je daar Sarah gaat. Zoals de hilt, de sword, de goldsword shards, de necklaces, de crossbow. Zit er allemaal gewoon bij in. En ja, eigenlijk is de slechtste drop gewoon dat je die super defense hier zo krijgt. Of 10k geld, weet je. Normaal zit je rond de 50k al gauw. En ja, nou, dat is nu het verschil in de drop. Dus je hebt eigenlijk geen slechte drop meer.